hoe handel je tijdens crisis? Iedere gemeenteraadslid heeft in een paar minuten uitgelegd waar zijn of haar partij voor staat. Nu worden ze ondervraagd door leerlingen van het Da Vinci College aan de Noordendijk. Dat zijn leerlingen die de opleiding secretarieel medewerker volgen en de bedrijfsadministratie. Het zijn serieuze vragen, want deze leerlingen zijn 21 of ouder. Ze volgen een mbo-opleiding in niveau 2, 3 of 4. Ze kan zijn dat ze door omstandigheden hun opleiding niet hebben afgemaakt. Of dat er dat ze een poosje niet naar school zijn gegaan en nu toch weer naar school gaan. En dan kunnen ze hier terecht. Dit was gewoon hartstikke leuk. In gesprek gaan met leerlingen. Het ging over onderwerpen landelijk. Van wat doen we aan de werkeloosheid? Hoe komen de hoge kosten in de zorg? Maar ook plaatselijk. Speelgelegenheid, kinderopvang. Dit is wel een heel bijzondere groep. Want het zijn natuurlijk allemaal al jonge volwassenen vanaf een jaar of 21 en ouder. Vaak hebben ze al een gezin, alleenstaande ouders. Maar ze hebben zo bewust gekozen om weer een studie te gaan doen. En dan heb je hele bijzondere discussies. En ook heel goed voorbereid, goede vragen. Ik vond het erg leuk om te doen. We hebben het over van alles gehad. Zeg maar landelijke thema's, of dan gaat het om de crisis. Maar ook lokaal. Meer voorzieningen voor kinderen bijvoorbeeld. De huizenmarkt, we hebben het over van alles gehad. De vragen waren wat dat betreft heel breed en was heel goed over nagedacht. Dat is hartstikke leuk. Die zei van, jongen, worden alleen maar die crisis ingepraat en zo, dat is toch helemaal niet aan de orde. Nou, dan heb je natuurlijk wel een mooi punt om te gaan vertellen. Nou, een deel wordt het wel aangepraat, maar de andere deel is het natuurlijk gewoon ook een feit. Dat steeds meer mensen werkloos worden, minder uit gaan geven, winkels sluiten, weer meer werkloos. Dus die discussies heb je wel. Dus ik denk dat we er wel in geslaagd zijn om ze toch wat meer inzicht te geven in hoe dat werkt. Dit project valt onder het vak burgerschap, zeg maar het vroegere maatschappijleer. Docent Carla Lagendijk had het plan om mensen uit het bedrijfsleven uit te nodigen. En ik heb een gastdocent gevraagd en die komt uit het CDA Jongerenplatform. En toen was de vraag van, goh, is het niet leuk om eens een keer een gemeenteraadslid in de klas te vragen? En toen zegt hij van, nou, dat is inderdaad heel leuk. En die uitnodiging hebben we toen verstuurd en er hebben 5 gemeenteraadsleden op gereageerd. Voor de raadsleden is dit een onverwachte try-out. Volgend jaar bezoeken ze namelijk de gewone mbo-scholen onder de noemer Raad in de Klas. Nou, de Raad in de Klas, dat wordt wel iets om, zeg maar, dat wij vanuit de Raad de scholen gaan bezoeken om ze meer te vertellen van, ja, wat doet de gemeenteraad nou eigenlijk? Waar gaat de gemeenteraad over? En wat kunnen jullie voor de politiek betekenen? Want dat is vooral het belangrijkste. Volgend jaar verkiezingen. Dus dan is het allereerst van, ga alsjeblieft stemmen op een partij. Maar ook om een beetje inzicht te krijgen van, ja, hoe werkt zo'n partij nou? Hoe werkt een gemeenteraad? De 20 leerlingen weten nu iets meer van politiek en de raadsleden weten waar de vragen liggen. Vandaag heeft iedereen iets geleerd.